Backstage, achter het podium. Verboden terrein voor bezoekers, maar niet voor Diana. Diana is artiestenbegeleider. De Utrechtse band Drive Like Maria komt over een half uur binnen. En we moeten nog een beetje zorgen dat al het eten en drinken zo meteen klaar staat voor hun. En die kunnen dus om 11:30 in een kleedkamer en om 3:00 moeten zij er weer uit. In de kleedkamer van de band staat al van alles klaar. Appels, snoep, frisdrank. En 40 bier voor 7 man. Nou ja, is het misschien ochtends nog een beetje vroeg, maar goed, wie weet. We kunnen kijken hoeveel er van opkomt. Echt tijd om flink door te zakken hebben de artiesten niet, want net als alle andere bands hebben ze vandaag een strak programma. Klaar. Op naar de ingang van Park Transwijk. Daar staan de Utrechtse rockers al klaar. Hallo, Drive Like Maria zijn jullie? Ja. Hoi, wij zijn jullie artiestenbegeleiders. De muzikanten zijn net terug van een Amerikaanse tour. Vandaag staan ze voor een nieuwe uitdaging. 3 optredens op 1 dag. Ja, je moet hem hier ergens kunnen parkeren, maar ik denk dat we even Sebastian moeten... Oh, kijk, misschien dat hij daar wel voor gaat. We beginnen om 2:30. Gaan we heel snel inpakken. En naar Rotterdam racen. Daar beginnen we om 4:00, volgens mij. Ja, 4:00. Dan gaan we daar weer snel inpakken. En dan kunnen we hopelijk rustig in Haarlem iets eten om daar om 8:00 de laatste show van de dag te doen. Dus het is eigenlijk, het valt allemaal best mee. Diana zorgt voor koffie. De artiesten komen niets tekort. Maar er is één probleem. De band is nog niet compleet. Even Robin bellen misschien, hè? Ja, Robin heeft geprobeerd te bellen, die neemt niet op. Daar is ook iets te... Hier gaat het over. Ja, Robin ging checken of ze hier naartoe kwamen lopen of dat... Hela. Alles goed? Het festivalterrein loopt langzaam vol. Junkie XL verzorgt het eerste optreden. Op het podium ernaast doet Drive Like Maria de soundcheck. Diana heeft intussen de vermiste bandleden opgespoord. Jullie waren toch van Drive Like Maria? Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. De band is compleet en dus kan Drive Like Maria beginnen met dat waarvoor ze gekomen zijn, optreden. Nu is hij geslaagd. Ja, nu straks weer ophalen bij het podium en dan zit het erop voor Drive Like Maria. Dan kunnen zij geloof ik naar Rotterdam toe. Diana's dienst zit er nog lang niet op. Pas rond middernacht, als de laatste artiest het podium verlaat, mag ze naar huis.